In januari 2023 heeft een ongeluk mijn leven op zijn kop gezet. Ik ben Menno, ik ben 28 jaar. Mijn sportverhaal begon toen ik als 5-jarig jongetje werd uitgenodigd om een keer mee te komen trainen bij de plaatselijke hockeyclub. Vanaf die eerste training is hockey in mijn wekelijkse ritueel gekomen. En inmiddels ben ik dus 28 en heb ik het nooit meer losgelaten. Het is voor mij een prettige manier om de dag af te sluiten. Na een dag studeren, werken, is het heerlijk om even buiten het veld op te gaan. En als ik op het veld sta, dan ben ik bezig met hockey. En dan is er niks anders. Dus dan maak je gewoon op een prettige manier kop leeg. En als ik naar huis ga, dan heb ik eigenlijk altijd een fijne avond gehad. Ik heb vanaf mijn 5e hier ook gewoon geskiet. Elk jaar op wintersport met mijn gezin en vanaf mijn 17e, 18e ook met vrienden. Dus het skiën zat er ook eigenlijk vanaf jongs af aan in. Eigenlijk liep alles hartstikke goed en ja, dan ga je even voor een weekendje ga je skiën. En dan ga je onderuit en dan heeft dat gigantische gevolgen waar je absoluut niet op zit te wachten, maar waar je dan wel mee aan de gang moet, mag en wil. Dus We waren skiën met een groep collega's en we daalden met z'n allen af, gewoon van de berg. Het was een lange afdaling. En ik heb ergens in de verte voor me de piste verkeerd ingeschat. En ik ben toen aan de zijkant van de piste ben ik soort van in een gat gevallen. En ik voelde dat mijn onderlichaam niet meer bewoog. En eigenlijk wist ik meteen van, fuck, dat is goed mis. En eigenlijk had ik ook meteen het gevoel van, het is 2023, ze fixen mij wel. Dit komt wel goed. Het was dus op zaterdag en Sophie en ik zijn zondag naar hem toegegaan, naar Innsbruck met vliegtuig. Maar toen belde Jeroen, een collega en ook een hele goede vriend van Menno. En die zei, ja, we zijn in het ziekenhuis en we hebben de chirurg net gesproken die hem gaat opereren. En die zei, die gaat niet meer lopen. En achteraf dacht ik, je verwacht dat inslaat als een bom. Maar op dat moment dacht ik, nee, niet Menno. Zo sportief en zo bezig met bewegen. Echt elke dag, dat bestaat niet. Dat Menno niet meer gaat lopen. In eerste instantie twijfelden de artsen een beetje of het een complete of een incomplete dwarslesie was. Ik had mijn L1 gebroken en dat is een punt waar ik eigenlijk, als het helemaal kapot zou zijn, mijn benen niet meer zou voelen. En die voelde ik nog wel. In het begin zat het gevoel tot aan mijn knieën. En naarmate de dagen vorderden, ging het gevoel richting voeten en achterkant van mijn benen weer terug. En kwam het gevoel grotendeels terug. Hij is wel in de loop van de maanden af en toe gaan zeggen, ja, mama, ik weet niet of het weer helemaal 100% goed komt. Maar ik ga daar wel voor. Wat heel lastig is voor hem en voor ons allemaal, is dat het heel lang kan duren, omdat zenuwgroei zo traag gaat. Ik woon weer thuis. Na het verblijf in de kliniek kon ik mezelf weer redden, dus mocht ik weer thuis wonen. Ik pak 's ochtends de auto. Ik heb hem op handgas. Dus er zit een hendel aan mijn stuur voor gas. En er zit een knop aan mijn stuur, dat is de rem. En met handgas rij ik dan naar de kliniek. Daar pak ik de rolstoel eruit, die zet ik naast het portier. Daar ga ik in zitten. Dan rol ik de kliniek in. Meestal begin ik met ergotherapie bij Andy. We gaan met de HoloLens op, gaan we ballonnen prikken, ballen vangen. Alles wat je kunt bedenken kan er in virtual reality of in de echte keuken. En na zo'n les ben ik vaak al moe. Heb ik even een kwartiertje pauze. In dat kwartiertje moet ik me omkleden, ga ik naar het zwembad. En dan spring ik het water in. In het zwembad kan ik eigenlijk al mijn spieren rekken, kan ik goed baantjes trekken. Doe mijn benen ook steeds meer aan mee. Buikspieroefeningen gaan in het zwembad lekker, omdat er geen zwaartekracht is. En de benen dus veel meer doen. En verder kan ik in het zwembad ook een beetje lopen. Dus langs de kant, één hand op de rand en proberen zonder zwaartekracht of in elk geval met minder zwaartekracht. En dan op zaterdag dan heb ik de Uniek Sportenfiets. En dat geeft me vooral in mijn kopje heel veel rust. Omdat ik dus wel lekker de deur uit ben, lekker het terras op ga
En dankzij die fiets toch niet met de rolstoel hoef. Dus dat vind ik fijn, want dat geeft een soort van idee dat je herstelt. Ja, intussen is er eigenlijk alweer heel veel gebeurd. Hij heeft gewoon heel veel zelfstandigheid al teruggekregen in wat hij eerst nog, zeg maar, eerst sta je met z'n allen te kijken van hoe die dan van de rolstoel naar de bank kan. En nu kan hij al met zijn brace, kan hij nu al gewoon achter die rollator lopen. Dat daar zeg maar nog zoveel tussen gezeten. Ik denk dat je die kleine stapjes, dat dat gewoon heel belangrijk is. En ook voor hem, dat je elke keer zo'n klein overwinningje hebt. En dat je bij jezelf denkt, yes, dit is me gelukt. En dan ga je naar de volgende stap. Ik heb hele grote bewondering voor Menno. Want we zijn inmiddels bijna 8 maanden verder. En hij knokt enorm om weer dingen terug te krijgen. En een van de eerste dingen die hij tegen me zei toen Innsbruck waren, was: mama, ik ga dit nooit accepteren. Nooit. Oké, Menno, dat is denk ik een hele goede instelling. Als mensen in dezelfde situatie zitten of komen waar ik in zit, dan zou ik zeggen dat verdriet er mag zijn, maar probeer er niet in te verdrinken. Probeer maximaal alle energie die je hebt in dat herstel te steken, want het wordt echt beloond. En je lichaam kan zoveel verder als je denkt dat het klaar is. Je kunt echt nog een keer 10. En dat is echt heel vet. De droom is uiteindelijk 100% herstel. En wat daarvoor nodig is, ga ik doen. Nu is het rammen.